We zijn aan het opbouwen voor ons evenement de G1000 Schiedam voor morgen, 27 februari in de Margriethal. En daarvoor moeten we deze hele zaal opbouwen met tafels en stoelen en beeldschermen. Zodat op het moment dat de mensen zaterdagochtend binnenkomen, dat alles netjes en mooi en aantrekkelijk eruit ziet. En waarbij 500 mensen in een gezellige setting hun plannen, ideeën en wensen en dromen van Schiedam kunnen vertellen aan elkaar. Dus dat is eigenlijk een beetje de insteek van vandaag. We willen een burger top 10 samenstellen. Dus we gaan morgen, want we zijn vandaag de laatste voorbereidingsdag. Morgen willen we met 500 Schiedammers gaan bepalen wat de 10 belangrijkste punten, wat de burgers betreft voor Schiedam zijn. De 10 verbeterpunten. Waarvan de burgers zeggen, daar moet iets aan gedaan worden. Dat kan mooier, beter, moet aangepast worden. Er wordt de hele dag vooruit getrokken en dat eigenlijk heeft het een soort trechterwerking. Je begint met z'n allen 's ochtends in een grote groep en dan ga je als het ware brainstormen met elkaar. En dan komen er honderden ideeën boven borrelen. En naarmate de dag vordert, wordt dat steeds concreter. Totdat je aan het eind van de middag tot die 10 punten komt waarvan de meeste mensen zeggen, ja, dit zijn. Dus met elkaar maak je eigenlijk, stel je die burger top 10 samen. Het is een mooie ochtend, G1000, eerste G1000 burgertop in Schiedam. En we zijn heel blij. Op de achtergrond hoor je het geroezemoes van de burgers. Het loopt soepel hier, de inschrijving. Mensen pakken hun kaartje op, lopen door, melden zich aan. Koffie, cake en dan aanschrijven aan de tafel. En volgens mij is dat allemaal, verloopt dat allemaal heel soepel. Nu achteroverleunen tot het einde van de dag en kijken welke 10 punten we gaan krijgen. Het staat hier rood gloeiend. Ik heb even een minuutje tijd voor je om dit te doen. En ik vind het echt hartstikke leuk om dadelijk ook het een en ander van de gesprekken op te vangen. En mee te kijken op de schermen. Dus, uiterst nieuwsgierig? Uiterst nieuwsgierig, ja. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. En wellicht zijn de thema's al wel bekend, maar wellicht komen er ook nieuwe dingen uit. En dan begint eigenlijk het belangrijke werk van G1000. En dat is morgen het vervolg van het evenement. We houden dan op evenementenbureautje te zijn, zullen we maar zeggen. Top G1000. Ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet verwachten. Maar ik denk, komen mensen uit Schiedam bij elkaar. En je weet nooit wat er uit kan komen. Want ik vind wel dat mijn verontrusting is wel dat de politiek en de burgers komen steeds verder uit elkaar te staan in wezen. En, dat vind ik wel verontrustend eigenlijk. Is dat dan een punt wat je dan in wil brengen? Ja, dat is het punt wat ik in wil brengen. Dat de politiek is bezig, hè, en dat is ook goed in sommige opzichten, te hervormen. Belastingstelsel, gezondheidszorg hervormen. Maar hebben ze er ook wel eens over nagedacht om zichzelf eens te hervormen? Ja, we hebben een grondwet van 200 jaar oud. Zouden we niet eens dingen gaan proberen als een gekozen burgemeester? Een kiesdrempel, om een paar voorbeelden te noemen. En je ziet in de gemeenteraad van Schiedam ook, hoeveel partijen we hebben, maar 13 geloof ik. Ja, en dan weer een afscheiding en die soort dingen. Dus ik zou toch denken, als je een kiesdrempel zou invoeren, wat minder partijen, werkt toch iets beter, denk ik. Jullie krijgen eerst van mij de uitslag van de laatste ronde. Het woord wat het meest gebruikt is, positiviteit. Het tweede woord is ervaringsdeskundige. Het derde is verantwoordelijkheid. Het vierde is opzomeren. Communicatie, initiatief, betrokkenheid, samenwerking, imago, waar kennen we dat van? En eigen initiatief. Dat zijn de woorden die uit de laatste ronde komen. Droom te vertalen in een hele concrete actie. In een concreet voorstel aan Schiedam, aan de rest van de zaal, aan jezelf. Een concreet project waarvan je zegt van wij dromen hiervan en als ze dat uitwerken in een actie, dan ziet dat er zo uit. En daarvan maakt jullie secretaris in de laatste 5 minuten samen met jullie een korte presentatie. Die secretaris weet nog hoe hij dat doet. Een korte presentatie en die presentaties die om 3:30 vragen we dan aan de secretaris om die te starten, zodat die automatisch draait.
Meneer van Oostende, u bent de oudste deelnemer, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Hè. Dat klopt. En u kunt het mij vertellen, dit is echt de allereerste keer dat zoiets gebeurt in Schiedam, hè? Ja. Hoe vindt u het? Ja, ik vind het wel leuk om mee te maken een keertje. Ja? Ja, hoort er eens wat, hè. Ja. En wat voor ideeën heeft u voor Schiedam? Ja, een beetje meer veiligheid en zo. En voor de rest, ja, zie ik het wel positief, hoor, Schiedam. Ja. Het is wel aardig wat te beleven hier, hè. Het bruist toch wel, hoor. De meesten zien het wel anders, maar het bruist wel in Schiedam. Ze moeten wat positiever worden. Ja. Zou wel kunnen, ja. Ja, als je daarna gaat, ik ben er toen 96. Dus ik heb Schiedam ook de andere kant gekend, hè. Maar de Hoofdstraat, daar klaar is altijd over. Maar dat was vroeger ook al zo, hoor. Het voorste stuk liep altijd. Het achtste stuk voorbij Monopool. Het was altijd een doodstuk, zou ik maar zeggen. Hè? Ik vind het wel leuk met mensen praten. Dat is wat ik graag doe. Zo leren we ideeën en andere Schiedammers waarmee we samen kunnen gaan werken. In de toekomst. Wat zijn Schiedammers voor mensen? Stront eigenwijs. We weten alles beter. En dat is een van de grootste eigenschappen. En wat vond u zelf het belangrijkste punt? Imago. Als dat beter wordt, gaat alles stukken beter. En hoe doen we dat? Zoals ik zei, trots zijn op jezelf. En met fierheid uitdragen wat je te zeggen hebt. En met iedereen gaan praten, zoals de studenten. En hoe vond jij het? Ik vond het heel erg leuk en leerzaam. Ik heb leuke mensen ontmoet en goed kunnen discussiëren. Dus ik heb het erg naar mijn zin gehad. Wat waren jouw bijdragen? Wat had je voor ideeën? Nou, ik ben bij Imago gaan zitten als belangrijk punt. En ik had voornamelijk het idee om meer jongeren en studenten naar de stad te trekken. We zitten natuurlijk vlakbij Rotterdam, we zijn lekker bereikbaar. En ik had het idee, als we hier studenten naartoe trekken, die geld uitgeven, die winkeltjes bezoeken, dan komt er weer geld naar Schiedam. Vond hij het als raadslid? Ik vond het een leuke dag in ieder geval. Heel veel voor mij ook onbekende Schiedammers gezien. Maar gelukkig ook weer een aantal heel bekende Schiedammers. Ik moet zeggen, soms verfrissende ideeën over wat we met de stad zouden kunnen doen. Soms ook weer dezelfde ideeën. Maar goed, dan kun je ook nog zeggen, nou, als daar blijkbaar steun voor is, dan is het ook goed om dat te horen. Maar dit is een soort van nieuwe vorm van democratie. Spreekt u dat aan? Nou, ik heb er zelfs in het PvdA-afdelingsblad al wat bespiegelingen aangeweid. Het is inderdaad een nieuwe manier waarop burgers zelf het initiatief nemen om zelf proberen te komen tot een prioriteit. Waar we anders waarschijnlijk met de gemeenteraad mee actief zouden zijn. Nou ja, hoe meer van dit soort initiatieven stadsbreed, wijkbreed, op verschillende manieren er naar voren komen. Ja, hoe beter dat is, volgens mij, om de betrokkenheid van de Schiedammer vorm te geven. Het is wel jouw stad als Schiedammer. En als je daar verantwoordelijk voor wordt, mede verantwoordelijk voor wordt, is dit de manier om om die stad ook uit te kunnen dragen. Het zijn heel veel goede, leuke ideeën geweest. Helemaal goed, denk ik, super. Was het nou een eye-opener of zag je van, ik heb eigenlijk zelf de beste ideeën? Nee, het was een eye-opener. Ja. Nee, het leuke vond ik dat je dus met heel veel onbekende mensen dus wel op hele leuke ideeën komt. Heel inspirerend, heel constructief met elkaar. Ja, dat vind ik super. Dat vond ik echt heel leuk. Dat denk ik, het leeft wel in Schiedam. En hij heeft mijn verwachtingen wel overtroffen. Dus dat vond ik leuk. Ja. Er moet wel wat mee gebeuren natuurlijk. Nu moeten we wat gaan doen. Dat vind ik wel. Ja, dus kom op. Handen uit, mouwen en niet lullen, maar poetsen. Ja, absoluut. Ik ben heel tevreden over de opkomst. Over het verloop van de dag. Ik heb heel veel positieve stemmen gehoord van mensen. En op het laatst laat de techniek ons in de steek. Maar dat gaan we oplossen. We gaan, ik denk er nu aan dat we de presies allemaal op internet plaatsen. En dan laten we mensen de stemming opnieuw doen. En dan is er binnen 3 weken is er een vervolg in de erker. Hoogstwaarschijnlijk is dat in de erker. En dan is zeker de stemming definitief helder en duidelijk.